dat was gewoon eet. En Noah die, ja, die wil absoluut al in de zee. Een Ferrari in de zee. Moet ik al beginnen te zagen? Nee, ik noem u niet dik. En we zitten eigenlijk elke nacht te vechten. En kijk eens hoe mooi ze weer is vandaag. Noah gaat alles pakken wat geel is en ook opeten. En nu mama reactie zien. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn heerlijk wakker geworden. Ik heb super goed geslapen. Jij ook? Ja. Maar we waren ook heel moe. Ik heb gisteravond nog de vlog bewerkt en geüpload. En ik moet zeggen, dat was indrukwekkend. Ik heb nog nooit zo snel een video kunnen uploaden. Op 4 minuten was heel die video geüpload. Echt heel erg straf. Maar super goed voor de vlog natuurlijk, dat ik geen uur moet wachten eer die online staat. En nu is het tijd om te gaan ontbijten, denk ik dan. We hebben honger. We zitten hier al een mooie zwembad. Maar we moeten eerst iets in het maagje gaan steken, voor we straks hier het water in kunnen. Want kijk eens hoe mooi dat dat hier is. Dit is toch zalig. Dit is nog eens hoe we in het water kunnen. Best prima, zoals gisteren. Ja, ik geloof het. Ja, gisteren toen we de eerste keer in het water gingen, hadden we zoiets van wat? Dat was gewoon heet. Dat was gewoon warm. En nu? Het water is nog altijd warm. Nu weten we waarom. Het is hier al 34 graden. Nou, daarachter hangt een klok. En daar staat 34 graden. Dat is warm genoeg, hè. Het zal nog weer warmer worden. Gisteren stond er 37 op. We moeten dus eten. Beginnen doen we de dag met een lekker omeletje. Maar ik heb er alles in gedaan. Wat was dat allemaal? Kaas, champignon, tomaat, ui en dat groen. En peterselie. Ah, oké. Peterselie. Noah heeft ook een lekker omeletje. Is het lekker? Gelukkig, dan kan ik nog gaan beginnen. En als volgend een pancake, een crepe en een chocolate danish. Een mini chocoladebroodje. En Noah is hier aan het fruit bezig. En nog wat vers fruit om het af te sluiten. Ja. Lekker. Ja? Daar kun je weinig fout mee doen. Hè. We hebben heerlijk ontbeten. Een buikje helemaal vol. We hebben geen honger meer tot deze avond, hè, schat? En toch zijn we om 12:30 weer hier. Om te kijken wat ze voor middag eten hebben natuurlijk. Nu is het tijd om even naar het bedje te gaan. Wat rusten op het zwembadbedje. Ons insmeren. Wat we toch zo graag doen, hè, schat? Geweldig. Dat vind ik het minste. Inderdaad. Maar het is nodig. Dus we gaan goed met zonnecrème smeren. Ik denk dat het water is. Is dat gewoon een parcours op het water? Ah ja. Dus van dichterbij gaan kijken. Ja, kijk eens hier. Allemaal steentjes. Het is een kiezelstrand. En daar is een parcours op het water om in te klimmen, te springen. En Noah die, ja, die wil absoluut al in de zee. Ah! Dit is wel verfrissend, hè? Wat zeg je? Dit is een steen. Ja, nu zit de steen in de schoentjes. Ja, dat is twee vissen aan je kant. Jij met uw zeeplassers en vissen, hè. Nu denkt hem als hij in de zee gaat zwemmen dat er vissen aan zijn plasser komen knabbelen. Plankton, ja. Jij een goeie, jij. Kijk eens hier, hoe leuk. Heb je zo een ding in het water? Misschien ook wel eens leuk om op te klimmen. Heb je een trappetje voor op de parcours? Ja, dan moet je niet op het zandstrand. Dan heb je geen pijn aan de voetjes. Ga je gewoon hier, hop, trapje naar beneden, naar het parcours. Maar dan moet je wel kunnen zwemmen. Ja. En kijk eens wat ik daar spot. Een Ferrari in de zee. En ook jetskis zie ik daar. We moeten misschien binnenkort eens gaan kijken of dat kost. Zou je dan nog eens willen doen? Ja. En wat zou je dan willen doen, jetski of Ferrari? Ja. En dit is het hotel, we hebben daar het watersportcentrum. Daar hebben we de torentjes van de geleibanen. Ja, en tot daar is het. Dat gebouw hoort er niet bij, dat is van iets anders. De zee is fris. De zee is fris, ja. Ja, we zijn in de zee geweest. En? De voetjes. Dat was leuk. Noah bijna verdronken. Dat is niet waar hoor, nee, met de voetjes. Maar hij heeft wel steentjes in zijn schoenen gehad. Ah, ja. En we hebben een Ferrari gezien.
Een Ferrari? Ja, voor op het water. Toch nu weer zoals. Ja, moet ik al beginnen te zagen? Zeker boven water blijven. Noah gaat vandaag voor het eerst in het zwembad. Is het warm of koud? Koud, warm. Eigenlijk zoals gisteren, dan was het koud. Een beetje kouder als gisteren? Ik voel ijzer. Ijzer. Oh ja. Gewoon warm water. Je kan zonder blokjes zwemmen en met blokjes is opeens moeilijk. Ja, ik heb iets raars gedaan. Je pakt 10 bakstenen. Je hebt geen 10 bakstenen vast. Nee, dat t-shirtje, hè. Gisteren zei hij ook zwemmen met een t-shirtje is moeilijker dan gewoon. Ja, dat klopt wel. Maar zo heel veel verschillende sporten gaat dat denk ik niet maken. Ja, ik kan ook drijven. Ja, nu drijf je gewoon. Dit zijn trouwens de glijbanen in het zwembad. Een mooi kasteeltje. Met 5 glijbanen. Ga je daar ook vanaf durven, denk je? Niet alleen, maar het kan wel echt van af. Ja. En al die kilo's die Ellen eet, die moeten er natuurlijk ook af. Dus wat gaan we doen? Nee, ik noem u niet dik. Ik wil gewoon een brug maken dat jij gaat aquagym doen. Kijk hier, een zand onder water. Noah, ik verwacht van uw commentaar op deze aquagym sessie van uw mama. Doosje. Dan naar mama. Doosje dan. Doosje dan, mama. En ja, zoet. Zoet bezig is mama. Kom aan, mama, snel. Kom aan, mama, hard op. Met de billen. En terwijl de mama zit te sporten, zijn wij hier lekker op de GSM en op de iPad Roblox aan het spelen. Zalig. Nee, ik ben gewoon op de GSM kijken. Jij bent Roblox aan het spelen. Ah, een beetje rusten voor we zelfs terug moeten inspannen, want zelfs moeten we ons gaan inspannen om te gaan eten. We zijn hier bij middag eten en het ziet er weer allemaal fantastisch uit. Maar nu is het tijd voor Noah zijn dessert. Ja. Wat ga je pakken? Weet je dat al? Chocomousse, fruitsla. Oeh. Weet jij wat je gaat kiezen? Oké, Noah gaat een hap eten. Wat is het? Is het pudding zoals we denken dat het is, of is het toch iets anders? Is het lekker of niet zo lekker? Lekker maar. Harde smaak? Wat bedoel ik dan met fel? Ah, dat is fel. Dat is fel, oké. Okay. Ja, dat felke, ja. Daar moet je voor zijn. En hoewel je heel veel dessert hier hebt, heb ik gekozen voor het klassieke brownietje. Met een toefje slagroom en een papiertje van suiker. We gaan even op de kamer en het is altijd zo leuk dat als je op de kamer komt, dat je bed mooi opgedekt is en dat ze dat hier versierd hebben. Wat wel vreemd is, is dat we zo... Dat is het enige laken dat we hebben waar we op onder kunnen slapen. Toch? Ja. En we zitten eigenlijk elke nacht te vechten. Elke nacht, we hebben één nacht te slapen. Ja, dus elke nacht te vechten. Voor wie het meeste deken heeft. Het is een beetje te klein voor ons. Ja. Dat was Noah, die is op het toilet. En kijk, we hadden zo op de kussens hier op de grond gezet, zodat Noah niet zou vallen. En ze hebben dat gezien en ze hebben een dingetje gebracht, zodat Noah niet in bed valt. Dat is top, hè? Het is wel fijn dat ze daaraan denken. Er is eigenlijk nog één ding dat we je vandaag moeten laten zien. Allee, dat Noah jullie moet laten zien. Weet je waar ik het over heb? Ik heb alleen maar een nieuwe shirt. Voilà, daar is het. Waar is jouw zonnebril? Ja. Oblief? Ja, heb jij de zonnebril van Noah? Ik heb die niet gehad. Waar is jouw zonnebril? Als muis even. Jij hebt hem voor de laatste pak. Een stoken. Ja, wil je die hebben? Ja. We hebben ooit een verhaaltje gehad waar Noah de zonnebril had verloren tijdens het eten. En dan hebben we de dag nadien gelukkig kunnen gaan terug ophalen, want we wisten niet waar dat was. En zonder zonnebril is het hier niet echt te doen, hè? En ook pyjama vergeten en kos. Pyjama en kos? Hebben we pyjama vergeten en kos? Ja? Wie is een pyjama mijne? Ben jij een pyjama vergeten, Kos? Nee, die laatste
Dus nu op dit moment ligt er nog ergens een pyjama van u in Griekenland. Ja. Ma. Oh, degene die die gevonden heeft, heeft geluk, hè. Maar bon, nu is het terug. Mickey Mouse, hij weet het zelfs nog. Maar bon, nu is het terug richting het zwembad gaan. Ons insmeren. En even nog wat genieten, want ja, we moeten nog wat rusten. Dus hier ligt Noah vers ingesmeerd. Klak op. En wat ben je toen? Volgens mijn voorlaatste boek van Rustig en Paard. Oh ja, en wat ga je daar nu mee doen? Je hebt een paar dingetjes gedaan. Eerst moest ik zes bij mijn naam. Nu heb je dan zo'n wat tekst. Nu ben je aan het lezen. Ja, ben je aan het lezen, maar wat flink hoor. Het is niet allemaal iPad en GSM en Switch op vakantie hoor. Soms is het ook gewoon in een boekje kijken of een boekje lezen zoals Ella daarachter. Ik ben we zitten hier op het zwembad. Papa, moet... kom mee. Papa, kom mee. Mooi jong, rustig. Wat is het? Kom, ik wil eens halen daar. In een kistbar. Oké, tot daar de rust. Ik zal maar mee gaan zeker. Ja. En wat gaat jij doen? We gaan naar de kistbar. Daar gaan we iets eten. In de kistbar? Ja, daar als je wilt kan je ook iets drinken. Oké. Okay. Gaat, kom je mee? Maar wil jij ook een patatje? Een patatje? Een patatje? Blijf hebben ze daar patatten? Nou, dat dacht ik al. En ook al is het 46 graden, er zijn altijd mensen die zich uitsloven. Hè? Dat zie ik me eigenlijk nog niet doen. Toch zeker niet met deze temperaturen. Kun je mij meer vertellen wat je juist wilt? Of... Ja. Moet jij het Engels wel zeggen? Moet ik dat zeggen? Ja. Ik dacht Engels zeggen. En bestelt jij maar? Vertel nu eens, wat ben je juist aan het eten, joh? Dat is frozen yoghurt en wat nog? Verlaatst was een perzik. Perzik? Nog iets? Oh nee, was net erin. En toen was ik gisteren, was het wel anders. Ja, is het beter of slechter? Slechter. Echt? Goed. Maar het ziet er wel goed uit. Frozen yoghurt met chocoladesaus en fruit. En mijn ding staat hier. Een lemon-ijsje. Nee. Citroen. Is wel lekker. Hier komt het balletje. Het is eigenlijk een balletje dat ketst op het water. Dus dat kan je van heel ver heel chic gooien. Maar ja, nu zit er gewoon te veel volk in het zwembad om dat goed te doen. Dank u. Ja? Wow, kan je zwemmen met jouw t-shirt? Nee. Hey Noah, dat doe je super goed. Flink gedaan hoor. Dat was nog een heel klein beetje het probleem. Hij kon wel zwemmen, maar niet met zijn t-shirt aan. Dat vond hem te moeilijk of hij had bang of ik weet niet wat. Maar nu kan hij het dus wel perfect doen, dus super. 6:30 en tijd om te gaan eten. We zijn lekker opgefrist. Het was nodig, want al die zonnecrème zo af te halen, is toch niet fijn, hè, die zonnecrème. En als je die kamer binnen zit, lekker in de airco, maar hier is het warm, hè. Ja. Hier is het wel. Als je dat gewoon een minuutje open doet. Ja, dan wordt het hier ook warm. Ik heb dus... Jij hebt dus sleutel, dankjewel. En kijk eens hoe mooi ze weer is vandaag. Met het Proximus rugzakje. Ja, dan val je op. Dan ik raar je haar niet kwijt. Blijft toch zo'n mooi zicht, hè. En binnenkort gaan we daar zijn ze bezig met barbecues, gaan we daar ook lekker eten. Maar dat is pas over een paar dagen. Ja, het dessert ziet er vandaag extra goed uit, hè. Met jouw eitjes. En vandaag is er ook sushi. Heb je nu echt broccoli? Amai.
smakelijk. En wat heb je nog? Trouwens, Emilie of Moody, dit is van ons eetbaar. Ja? Dat is tijd nog een oké. Dit is een nieuwsmaat alleen, dat is sweet. En wat heb je nog? Kalkoen, dat is Joopie zelf. Oké, smakelijk. Het is lekker, proef eens. Een beetje raar, niet zo lekker dan. Het is wel lekker, maar zo. Als het pas echt een bakbrood. Ja? Zo, dan proef je naar spaghetti, dan zonder spaghetti. Oké, naar tomatensaus eigenlijk. Ja, ik zei een sandwich. Ik zei alles pakken van de geel, want dat is zacht. Ik denk dat je een probleem gaat hebben. Noma gaat alles pakken wat geel is en ook opeten? Ja. Oké. Alles van het zegt dat geel is, gaat Noah pakken. Ik zie al veel geel. Want dit is ook geel, hè? Nee, ik kan niet. Ik ga dat niet doen. Ik ben slimmer. Ik zeg zoiets niet. Hij heeft al een macaron. Eentje van die eitjes. Oké, was er nog geel? Daar was nog een taartje geel. Oké, heb je nog iets geels gezien? Is dat ook allemaal geel daar, Noah? Die bordjes. Of is dat niet geel? Want die heeft ook een rijstpap. Nee. Dat lust jij niet, hè? Oké. Ander... En weet het, gewoon dat je gewoon ooit inplakken, geel of is, dan is het... Dat is ook... Is dat... Hey, hey, hey. Daar zie je nog iets geels. Candy. Zo eentje? Ja. Dat is het. Nee, 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 nee. Dat is het niet. Kom hier eens kijken. Daar is iets paars met geel. Telt dat ook? Zo, oh, laat die niet vallen. Hè? Merengue, kijk. Noah, dat zou willen zeggen dat je dat, dat en dat ook nog moet pakken. Nee, dat wil zeggen, ik zei ook een wat ik wil zien. Ah, oké. Okay. Ga je dan nu stoppen of ga je nog iets pakken? Daar zit ook iets geels in. Ja, er zijn nog gele dingen, Noah. Ik zie hier nog bloemetjes geel, hè? Ja, maar... Ik denk dat het me een beetje spijt is dat hij dat gezegd heeft. Want dan krijg je van zijn leven niet op. En nu mama reactie zien. En die heeft nog niet de helft gepakt, hè. Oké, Noah, veel succes. Noah is goed onderweg, maar lukt het nog, vriend? Ja? Ga je zelfs nog meer gele dingen halen? Nee? Zit hier op het dakterras? Ah, ik zit, Elle valt, ik kan hier van het dakterras. Oh nee. Kijk eens hoe mooi het hier is. Ik dacht dat we gisteren een goede plaats hadden, maar als je hier kijkt, we kijken daar over de zee. En dan kun je daar zelfs de kidsdisco zien. Ga je meedoen vandaag? Nee. Nee, nog altijd niet. En daarachter is het juist de zon ondergegaan. Maar dit is toch wel een plaatje hier, hè? Iedere avond zitten we hier al met cocktails en hier, daar. En Noah die heeft een Fanta. Straks bestelde ik hetzelfde als gisteren, maar ik zou niet weten wat het was. En Elle bestelde iets anders en ze geven mij het andere. En ik pak hetzelfde als gisteren, maar dit is veel lekkerder. Dus... Kijk dan. Het is zoeter, hè? Veel zoeter als dat wat zij heeft daar. En ja. Dat vond ik niet zo lekker. Wat was dat nu weer? Colada. Een colada zonder alcohol. Noah wil nog niet meedoen met de kinderdisco, maar ze hebben wel een leuk liedje hier, hè? Dat was een vraag.
We zijn terug op de kamer. We hebben genoten van een mooie show. Ik had dat eigenlijk niet verwacht dat, dat die mensen zoveel konden. Die stonden gewoon met vier op elkaar op één. Het was echt wel chic. En dan ook een beetje vuurwerk gezien. Ik was net te laat om dat te filmen. En dan begon er nu ook nog een live band muziek te spelen. Maar het is ondertussen al bijna 10 uur. Dus het is tijd om zelfs onze oogjes toe te doen. Nu voor mij niet, want ik ga deze video bewerken. Maar voor Noah om de oogjes toe te doen en voorbereiden voor morgen. Want naar het schijnt is er morgen een poolparty. Ja. Morgenavond. Dus ik ben eens benieuwd als wij dan 's nachts of 's avonds in het zwembad mogen in het donker. Dat zou echt wel chic zijn. Ja. We gaan nu deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Morgen gaan we dan veel in het zwembad en misschien zelfs in de zee zitten. Dat gaan we morgen zien. En bedankt voor het kijken. En nu is het dan.